Hey, welkom bij dag 3 van de Power of Journaling Challenge. Um, Super leuk dat je kijkt. Super leuk als je meedoet. Um, we zijn bij dag 3. Gisteren hebben we het gehad over waarom is journaling nou zo goed voor je persoonlijke ontwikkeling? En we hadden het over reflecteren, manifesteren en dankbaarheid als tools uh, om over te journalen. Deze drie, drie dingen kun je natuurlijk heel goed uh, voor je persoonlijke ontwikkeling gebruiken, maar zeker ook in je business. Dus, uh, maar goed, er zijn nog meer dingen die je in je business kunnen, uh, kunt gebruiken. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Dus ik ga drie manieren delen waarin je je journal kunt inzetten: specifiek voor je business. En um, ik deel tips met je over hoe je journalen ook dagelijks kunt gaan volhouden. He, want je kan allemaal leuke voornemens hebben, maar ga je er ook um, een beetje lange termijn um, voordeel van willen hebben, dan moet je het vaker doen. Um, drie methodes voor uh, journalen voor business en creativiteit: uh, brainstormen, plannen maken, thinking time. En. We beginnen met brainstormen. Brainstormen is natuurlijk eigenlijk een heel creatief proces, eh, waarbij jij zelf of samen met andere ondernemers of andere mensen um, heel snel een groot aantal ideeën kunt genereren over een specifiek onderwerp of een probleem. En het doel is dan om een oplossing te vinden of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. En brainstormen, um, ja, dat is dus heel erg goed voor je creativiteit, het is heel erg goed uh, om, uh, uh, voor probleemoplossing. En het is heel goed om op innovatieve nieuwe perspectieven te komen, op nieuwe ideeën. Um, brainstormen is, uh, ja, dat is eigenlijk voor heel veel dingen heel nuttig. Ook voor je voor privé, maar zeker ook voor je business. Um, in je eentje of inderdaad met anderen. Um, en uh, ja, ik heb daar wel een leuke, een leuke oefening ook voor je. Um, als het gaat om brainstormen is het belangrijk dat je dus je innerlijke criticus uh, de deur uitstuurt. Nou, um, dat is best wel een dingetje natuurlijk. Want die wil eigenlijk altijd als het over brainstormen gaat heel graag van de partij zijn. Uh, want dan kan hij meteen even wat vinden van al die ideeën. Ja, maar dat idee dat is toch niet origineel. Nou, nee, is dit alles wat je kunt bedenken? Nou, uh, ja, je kent die stem wel. En uh, nou, die moeten ze eventjes op vakantie. Weg, liefst permanent uit je leven gebannen worden, want je hebt er niks aan. Um, je hoofd moet eigenlijk vrij zijn om alles wat in je opkomt uh, op te schrijven. Um, en ze noemen dat ook wel een brain dump. Je gaat eigenlijk dus gewoon alles uit je hoofd tsk, op het papier plempen. En um, ja, of dumpen. En um, dat kan dus alles zijn wat je over dat probleem, over dat onderwerp, over die vraag weet. En um, ja, daar kan je best wel ver in gaan, natuurlijk. En dat is ook het leuke ervan. Het is eigenlijk het, 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 het um, daagt je uit om in de krochten van je brein te gaan zoeken, waar het een beetje stoffig is, misschien wel. En uh, ja, dus op een andere manier uh, uh, met dingen om te gaan. En um, ja, eens te kijken wat valt er allemaal over te zeggen of over te vinden. Um, en als je dan alles op papier hebt staan. Dan ga je het nog eens nalezen en dan ga je kijken van wat resoneert er nou, wat valt me nou op. Zit er een rode draad in alles wat ik hier heb opgeschreven? Of uh, gaat het echt alle kanten uit? Nou, dat geeft natuurlijk ook een antwoord en dat is ook interessant. Um, en eventueel kun je dan dus op bepaalde dingen die opvallen of waarvan je denkt van hé, hey, nieuw perspectief, interessant. Kun je daar nog wat verder op doorgaan en dat nog verder weer gaan uitwerken door dan weer daarover te brainstormen enzovoort, enzovoort. Het uh, is dus een soort oh, never-ending proces. Um, en ja, dit is dus een tool die je dus uh, ja, heel veel dingen, voor heel veel dingen kunt gebruiken. Problemen, vragen, maar natuurlijk ook als je creatieve ideeën wil uitwerken. Um, en wil onderzoeken. Uh, bijvoorbeeld als je een boek wil schrijven of als je uh, content wil maken. Um, dan is het natuurlijk heel handig om, om te gaan kijken van nou, wat valt daar allemaal over te zeggen? En um, nou, ik noem even een voorbeeld een boom. Um, wat valt er allemaal over een boom te zeggen? Nou, als ik zeg uh, stel je voor een boom, nou, dan zie jij een bepaalde boom in je hoofd. En er is een hele grote kans dat, uh, dat we alle twee um, een, een, uh, een uh, natuurfenomeen met uh, een stam en bladeren en wortels uh, voor ons zien. Um, maar de kans dat wij precies dezelfde bomen zien is best wel klein. Maar de ideeboom, die zien we allebei. Waarschijnlijk uh, zie jij, uh, nou, weet ik niet wat je ziet, maar ik zie nu van een palmboom. Als je mij vraagt, zie, kijk naar, stel je een boom voor, dan heb ik een palmboom in mijn hoofd, want ik hou van palmbomen. Uh, en wat valt er allemaal over die boom te zeggen? Um, over zijn stam, over de takken, over het soort boom, over waar die boom staat, over. Um, wat voor soort bladeren er aan zitten, wat voor soort vruchten er aan zitten, wat, uh, wat voor soort stam het is, hoe dik die is, hoe dun die is, wat voor soort bast die boom heeft, uh, wat voor kleur die bladeren hebben, uh, wat voor wortels die heeft, of die dikke of dunne wortels heeft, lange of korte wortels, um, of die in een, uh, in een perkje staat, in een bos, half in het water. Um, ja... Um, in, in, uh, um, in de zomer, in de winter, in de lente. Um, hoe ruikt die boom? Wat vind jij van die boom? Vind je het een mooie boom? Vind je het een stomme boom? Um, staat hij in de weg? Is hij te lang? Is hij dit? Dat? Um, alles wat je maar over die boom kan zeggen. En als ik, zo nog, ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Um, met name als het gaat over um, de gevoelens die de boom opwekt en alles wat daar dan weer mee te maken heeft waar die boom voor staat, wat het effect van die boom is. Um, ja, misschien heeft die boom appels. Hm, oh, appels, wat kunnen we daar allemaal afvinden? Maar zo kun je dus oneindig door brainstormen en associëren. En dat is heel leuk voor je creatieve processen, want dan kom je er dus achter dat je er veel meer over weet dan je dacht. En dat je ook een beetje buiten de gebaande paden gaat. Dat je niet het eerste wat in je opkomt uh, meteen gebruikt. Want dat is eigenlijk altijd een beetje, ja... Dat is een beetje standaard. Het is leuk om eens te kijken van, nou, wat zit er nog meer allemaal? Um, wat voor oplossingen kan ik nog meer allemaal verzinnen? Um, wat als ik het vanuit dit perspectief zie? Um, en daar is brainstormen gewoon heel nuttig voor. En het is voor je creatieve processen is het heel nuttig. Um, het is voor je oplossingsgerichtheid is het heel nuttig. En uh, het is ook nog gewoon heel erg leuk... En zeker als je het met meerdere mensen doet, kan het ook heel leuk zijn, want er komen soms hele verrassende uitkomsten uit. Um, brainstormen kun je ook doen uh, inderdaad met bijvoorbeeld een vraag in je hoofd, en dan noemen ze het ook wel durf te vragen. En dan stel je bijvoorbeeld een vraag van hoe zal ik dit doen of hoe zal ik dit aanpakken of bij wie moet ik dan zijn? En dan komen mensen met echt hele toffe ideeën, telefoonnummers, websites waar je op kan kijken, boeken die je moet lezen, en um, ja vaak dingen die je niet verwacht. Um, dus ja, pas dit toe in je business met jezelf, voor jezelf maar ook met anderen um, dan zul je merken dat je meer diepgang gaat krijgen en ook uh, meer breedte en dat je dus uh, ja, soms heel verrassende dingen ontdekt over jezelf, maar ook uh, over een bepaald onderwerp en uh, nou ja, goed het is een hele goede basis dus voor content of voor een boek, maar ook dus voor je voor je businessplannen, van wat kan ik daar allemaal over vinden en hoe kan ik dat allemaal aanpakken? Wat zijn de verschillende methodes die ik zou kunnen implementeren? Um, ja, um, denk outside the box in dit geval. En um, ja, nou ja, waar het ook voor helpt is om te ontdekken wat zijn nou jouw plannen. Um, een journal is ideaal om plannen op papier te zetten. Um, als je ze op papier hebt... Dan zijn ze uit je hoofd en hoef je er daar niet meer super hard over na te denken. Um, het geeft je een soort richting. Net als wat ik gisteren vertelde over um, manifesteren. Als jij helder hebt wie je bent, waar je heen wil, dan wordt het veel makkelijker om ook te checken van hé, hey, klopt het nog? Ben ik nog op de koers? Uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Um, en je journal kan dus ook heel handig zijn om je... Missie en je visie van je bedrijf te definiëren en ook telkens weer te verfijnen. Want het is niet zo dat als jij tien jaar geleden een missie en een visie hebt neergezet, dat jij uh, dat dan nog steeds precies hetzelfde is als toen. Um, zeker niet als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Uh, want dan heb je jezelf, als het goed is, in de afgelopen tien jaar ontwikkeld. Dan ben je gegroeid. Dan heb je ook andere perspectieven op de dingen. En dan kan het wel eens zo zijn dat je missie en je visie helemaal niet meer aligned zijn met wie jij op dit moment bent. En ook niet met waar je naartoe wil. Um, de verhalen die we over onszelf hebben over hoe we zijn. En dat we gewoon zo zijn als we zijn, omdat ons verleden en bladibla. Ja, die zijn natuurlijk niet waar. Um, die verhalen zijn ons verteld en die hebben wij um, aangenomen voor waarheid. Maar die hoeven helemaal niet waar te zijn. Um, dus, ja, um, check dat eens eventjes of dat klopt. Um, check eens even of jouw missie en jouw visie helder zijn. En um, schrijf duidelijke lange en korte termijnen doelen op, die passen bij wie jij bent. En uh, wat jouw kernwaarden zijn en waar je naartoe wil. En als je dat doet, dan zul je merken dat je beter vast kan houden aan je koers die je hebt bedacht. Je kan veel beter keuzes maken. Want je weet: oh, is dit aligned met wat ik wil? Uh, past dit eigenlijk wel echt bij mij? Past dit bij mijn uh, kernwaarden? Is dit wel mijn visie? Hey, uh, ik wou toch naar New York? Waarom zit ik nou in één keer over San Francisco? Um, dat is wel belangrijk om te onderzoeken van waarom dat dan in één keer zo is. Maar als je eenmaal hebt bedacht van, nou, ik wil die kant uit en, je, en dat voelt goed. Um, dan kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat je systeem je af en toe probeert af te leiden van die koers. En te kijken van, nou, wat kan er allemaal nog meer? Um, ik heb er zelf een handje van. Dus um, voor mij is het best wel belangrijk om gewoon te blijven van, oh ja, nee, oké, okay, ik wil die kant op. Oh ja, nee, toch die kant op. Um, omdat je er anders gewoon niet komt. En dan ben je een soort speelbal van, ja, het leven. Want we zeggen van, life is... Life is what happens when you're busy making other plans. Dat is natuurlijk wat er ook nog gebeurt. Maar, en het is helemaal niet zo dat ik zeg dat je een soort totale control freak moet worden. En dat je de hele dag on top of alles moet zijn. En uh, dat je alle, overal controle moet uitoefenen. Maar het is wel lekker als je op een paar dingen waar je controle op kan hebben. Ook controle op kan uitoefenen. Want er zijn nog genoeg dingen die buiten je cirkel van invloed zijn. En um, ja, dat, waar je je onmachteloos over kan voelen. Dus voel je dan in ieder geval niet machteloos over de dingen waar je wel invloed op hebt. Dat is mijn strategie in ieder geval. En um, ja, bedenk bij jezelf van waarom wil ik dit eigenlijk? Wat wil ik dan precies? En dat is een hele moeilijke vraag voor heel veel mensen. Maar dan kan je bijvoorbeeld je afvragen van hoe wil ik me voelen en hoe ziet dat er dan uit? Um, en hoe ga ik dat dan aanpakken? En wie heb ik daarvoor nodig? Dat is ook een hele belangrijke vraag in business. Je hoeft namelijk echt niet alles zelf te doen. Um, Trouwens, in privé ook niet. Hè? Mensen denken altijd dat ze alles zelf moeten doen. En vrouwen met name hebben de neiging om alle uh, bordjes in de lucht te willen houden. Maar soms is het best wel eens goed om even afstand te nemen en jezelf af te vragen. Moet ik dat eigenlijk wel doen? Um, dus dat, ja, weet je, zo'n journal kan er heel verhelderend in zijn. Dat gewoon eens even op papier te zetten en te kijken van, hmm, wat resoneert er nou het hardst? En uh, waar, welke kant ga ik dan op? Nou... Um, je visie, uh, visie en je missie. Uh, dat zijn voor mij basisdingen in je business. Ook basisdingen als je bijvoorbeeld uh, um, met content en creativiteit aan de slag wil, als je jezelf wil laten zien online, ja, dan moet dit helder zijn. En uh, ja, dat kan dus veranderen. Misschien heb je het al eens een keer gedaan. Ga eens checken bij jezelf klopt het nog steeds. Um, je missie dat is eigenlijk. Um, het verhaal over wie ben ik en uh, wie help ik en hoe doe ik dat um, en je visie dat is waar je naartoe wil met je business dus dat zijn je toekomstdromen en ja je, je de lijn die je hebt uitgezet voor je business en hoe beter je dat doet hoe makkelijker het is ook te herkennen van oh is dit de lijn of niet ja nee dit is de lijn um, en dat leidt je natuurlijk minder af van uh, van je doel um, ja, en het is best wel, uh, best wel een nuttige oefening dit om te doen, dus daarom geef ik hem ook aan je. En misschien, uh, misschien heb je dit al honderd uh, keer gedaan, nou doe dan vooral niet, maar ga dan eens kijken van, wat kan ik hier verder nog mee, wat valt hier verder nog over te zeggen, wat hier, valt hier verder nog over te doen, en uh, kijk of je nog even een laagje dieper kan gaan. Um, dus wat zijn je lange termijnen doelen en dromen? En uh, nou ja, door dat helder te hebben, kan je het ook meten. Is het gelukt en hoe kan je bijsturen als je voelt van hé, hey, nee, het is niet meer, het moet anders. Um, dat kan je dan ook veel helderder voelen. En met name voor mensen die moeite hebben met kiezen, is dat best wel, uh, best wel fijn om, uh, om dat gewoon helder te hebben voor jezelf. En het is niet zo dat als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, dat je dan nooit meer iets anders mag kiezen. Um, maar ja, het geeft richting, het geeft houvast, het geeft. Het geeft uh, ja, een soort, soort lekkere fundering. En uh, ja, daar bouw je gewoon veel beter een huis op. Dus uh, als je iets, iets wil neerzetten, als je een legacy wil creëren, als je, uh, ja, als je voelt dat wat jij hier op de deze aard, uh, aardbol komt doen, dat dat belangrijk is, dan, ja, dan moet dat gewoon dan moet je dat ook een beetje stevig voelen. Want je moet dat ook kunnen dragen. Zeker als je ook uh, de ambitie hebt om succesvol te worden... en misschien wel um, veel geld te verdienen... en heel veel mensen te inspireren uh, met je boek of op een podium. Ja, dan, dan, dan moet je gewoon stevig in je schoenen staan. En dat, 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 um, dat lukt beter als je goed weet wie je bent... en als je goed weet wat je wil. Want dan kan niet, mensen, kunnen mensen je dan niet zo snel onverblazen... Dus um, ja, ga hier eens mee aan de slag. En een van de tools die ook heel goed werkt om meer diepgang in je, uh, in je business en in je leven te krijgen, is Thinking Time. En uh, Thinking Time komt uit het boek uh, The Road Less Stupid van de Amerikaanse topondernemer Keith Cunningham. En um, Keith, uh, die zegt, ja, Thinking Time is eigenlijk essentieel. Voor het maken van zakelijke beslissingen. Um, en om risico's, uh, bedrijfsrisico's, uh, geldrisico's te minimaliseren. Uh, maar ik zou willen zeggen dat het ook heel erg goed is voor je creativiteit. Um, ook weer om in die krochten van je brein te komen waar je niet zo vaak komt. En uh, daar zit soms heel mooi goud. Dus. Um, en, uh, ja, je huis een beetje beetje stoffen in de hoekjes. Uh, dat geeft soms ook een heel prettig gevoel. Nee, zo kan het in je hoofd ook zo werken dat je gewoon als je eens in die hoekjes komt waar je normaal niet komt, dat je daar verrassende dingen, um, schatten terugvindt waarvan je dacht: hey, ik wist helemaal niet dat ik dat in me had. Um, Thinking time vergt wel wat discipline, want je moet er uh, tijd voor uittrekken. Um, het is niet zo dat alle beste gerechten veel tijd nodig hebben om te uh, om lekker te worden. Maar heel veel dingen moeten een beetje. Um, nou ja, als ze wat langer gemarineerd worden, dan smaken ze beter. En dat, is, dat geldt ook voor, uh, voor ideeën. Um, als je ze langer laat marineren, dan worden ze meestal beter. Um, je eerste idee kan soms een heel goed idee zijn. Maar door er nog dieper op door te uh, denken, krijg, wordt ook de kwaliteit beter. En uh, zit die dieper, komt hij die dieper in, in je systeem? En dat is ook een belangrijk ding. Voor um, thinking time moet je minimaal 20 minuten uittrekken. En dat hoef je helemaal niet dagelijks te doen. Dat is, dat is iets uh, um, wat je misschien één keer in de twee weken of één keer in de maand doet. Um, je kiest een probleem of een vraag waarmee je gaat zitten. En um, je stelt jezelf wel doordachte te vragen. En het idee is dat je door door te vragen betere antwoorden en diepere inzichten krijgt. Um, en je mag dus geen genoegen nemen met het eerste de beste antwoord. Um, en dus je moet hier een beetje mee oefenen, misschien. Dit is niet iets wat je alle minuut. Uh, sommige mensen wel, hoor, maar niet, niet iedereen kan dit alle minuut. En um, ja, je gaat dus niet settelen voor les. Je gaat echt doorvragen. Dus op het moment dat, je een, dat er een antwoord in je komt. op een bepaalde vraag die je gesteld hebt, of een bepaald probleem wat je voorlegt, aan je hoofd. Um, ga je kijken van, oké, okay, nou, ja, interessant, maar waarom? Uh, net als zo'n vijfjarig kind, ja, misschien was je zelf ook wel zo'n vijfjarig kind, of nou, volgens mij is het rond je vijfde, um, pin maar er niet op vast, dat je in zo'n waarom-fase komt. Dat je de hele tijd, waarom, waarom? En dat, ja, als ouders word je daar volgens mij helemaal gek van. Dat je dan ja, de hele alles moet gaan... Nou, oh, ik heb nog nooit zo diep daarover nagedacht. Maar mijn kind die stelt de hele tijd van die vragen. En uh, ja, vaak uh, ben je dan als ouder op een gegeven moment zo van, nou, uh, daarom, uh, omdat ik het zeg. Uh, waarom? Nou ja, uh, grappig genoeg is dit dus eigenlijk precies hoe je Thinking Time uh, toepast. Uh, doorvragen, doorvragen, doorvragen. Waarom is dit dan? Hoezo denk ik dat dan? Uh, waarom denk ik dat dan? Um, wat zou ik daar nog meer over kunnen denken? En uh, ja, je gaat er breder door denken en je gaat er dieper door denken. Dus dat is hartstikke nuttig. En een, een, een hele belangrijke, interessante vraag, uh, die je bij Thinking Time bijvoorbeeld kunt gebruiken, is: Wat zie ik over het hoofd? Nou, dat is een hele lastige. He, je hebt alles overwogen, je hebt overal over nagedacht, maar wat zie je nou niet? En uh, nou ja, neem dan dus geen genoegen met je eerste antwoord. Vraag door. Wat zie ik allemaal meer niet? En hoezo zie ik dat dan niet? En, 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 en. en. Um, misschien is dit wel een hele moeilijke man. Kies dan gewoon zelf je eigen, je eigen vraag waar je mee zit. Um, en ga eens kijken van of, je, of je laagjes, laagjes dieper kunt. Um, waarom? 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 Tot je geen antwoord meer kunt bedenken. En, um, ja, dan kom je bij de kern en soms denk je dan, nou, nu moet ik stoppen. Um, en daarachter zit dan het echte goud. Dus als je dan nog even door blijft kijken van, hmm, nou, wat kan ik er toch nog meer over? En als ik dan vanuit deze, dit perspectief zie, wat dan? Um, en dan komt het echte goud naar boven. Nou ja, en als je dit oefent, dan word je hier natuurlijk beter in. Uh, maar ja, het geeft gewoon een uh, vernieuwende en verfrissende uh, blik op dingen... Dus het is een hartstikke leuke oefening om, uh, om eens mee te gaan stoeien. Een andere leuke vraag voor Thinking Time is: wat zou er gebeuren als ik het tegenovergestelde doe van wat ik nu van plan ben? Um, dat zorgt ook dat je outside the box denkt. Um, ja, dus nou, ga eens kijken wat voor jou een interessante vraag is om, uh, om hiermee uh, te oefenen. En uh, misschien ben je wel een denker en ben je hier super goed in. Um, dan wil je misschien juist weer veel meer, uh, ja, juist uit dit systeem. Nou, dan ga je lekker uh, brainstormen. Dat is dan uh, voor jou weer veel prettiger, veel, veel speelser. Um, maar goed, um, voor ieder uh, wat wils uh, in deze challenge. En um, ja, weet je, dan heb je dus bedacht: van ik ga dat doen. Ik ga in mijn journal en ik ga, ja, ik ga elke dag uh, zes minuten uh, mijn dankbaarheid opschrijven. Maar ja, dan na drie weken dan uh, gebeurt er iets, of soms na drie dagen al. Uh, en dan uh, nou, doe je het niet meer, vergeet je het, denk je van ja, nee, komt morgen wel weer en morgen is er weer iets anders waardoor je het niet doet. En voor je het weet, doe je het niet meer, ben je er helemaal niet meer mee bezig, is het uit je systeem. Nou, dat is natuurlijk jammer, want uh, ik heb al verteld dat uh, dat hele journalen, nou, wat het nut daarvan is, nou, dat, dat begin je misschien nu wel een beetje te voelen. Uh, misschien voelde je het al vanaf het begin en deed je daarom mee met deze challenge. Um, je voelt van, ik wil er iets mee. Je voelt van, oh, ik wil het eigenlijk. Ik voel ook wel dat het zinvol is dat ik dit vaak doe. Dat ik, dat ik elke dag aandacht aan besteed. Maar hoe dan? Nou, dan ligt het natuurlijk een beetje aan wat voor iemand jij bent. En, uh, en ook een beetje wat jouw valkuilen zijn. Wat zijn, uh, wat zijn de smoesjes die jij hanteert? Als jij uh, iets niet doet wat je jezelf wel voorgenomen had, wat, uh, wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, maar nee, maar ik doe het morgen wel. Nee, maar ik heb het ook heel druk. Ja, maar nee, want ik heb een gezin, want ik heb dit, want ik heb een baan, want ik moet nu de hond uitlaten, want de zon schijnt, want de zon schijnt niet. Um, ja, allemaal redenen. Um, ja, en dus als je goed van jezelf weet van, nou, hoe werk ik dan? Hè? Wat is dan mijn systeem om dingen niet te willen doen? Um, schrijf dat ook op in je journal, um, Hint. Um, dan, dan krijg je dat helder. En dan kun je ook bedenken van, hmm, wil ik dat eigenlijk wel op deze manier? Is dit een oud verhaal wat ik los kan laten? Moet ik eigenlijk een nieuw plaatje gaan draaien nu? Um, wat heb ik nodig om dit gedrag te veranderen? En hoe zorg ik nou dat ik het wel elke dag ga doen als ik dat wil? Ehm... Um, nou, dus eerst eens even helderheid krijgen um, wat jouw valkuilen zijn en hoe je die zou kunnen tackelen. Dus bedenk neem thinking time om eens te bedenken van hoe tackle ik mijn valkuilen? Wat zijn allemaal mogelijkheden om hier beter mee om te gaan? En ik heb natuurlijk een paar uh, tips ook voor je die je mee kunt nemen. Um, wat ook belangrijk is, dat je zelf goed weet hoe dat je gemotiveerd wordt. Um, het is niet zo dat als je een voorneem hebt wat je elke dag gaat doen, dat dan motivatie alles is. Dan denken mensen wel van ja, maar ja, maar motivatie is gewoon niet goed. Um, nou, dat is maar één klein stukje van waarom je iets wel of niet doet. Um, je hebt ook nog een discipline nodig. Um, je hebt ook nog... En dan zeggen mensen ook, ja, maar, nee, maar, nee, maar ik heb geen discipline. En je hebt ook nog die, die visie nodig, dat lange termijn, waarom je iets doet, dat je goed voelt van, ja, maar ik doe dat, omdat, want ik ben zo iemand die dat doet. Ik ben dus niet iemand die altijd smoesjes verzint, nee, ik ben iemand die, als ik me voornemen om dat te doen, dat ook dat werk doet. Wat heb ik daar nou voor nodig? Nou, ik heb mijn valkuilen, dus dit moet ik doen. En dan weet ik van, oh ja, dan... ...is er een grote kans dat ik het wel succesvol kan doen. Um, nou, voor schrijvers en mensen die uh, met creatieve dingen bezig zijn... ...is dit ook een hele interessante natuurlijk. Dat je gewoon goed nagaat van... ...nou, hoe kan ik nou dan ook elke dag gaan schrijven? Um, ja, want dat is natuurlijk niet iets wat misschien standaard in je systeem zit. Maar ja, wat doet een schrijver? Die doet dat wel. Want dat is namelijk zijn ding. Um, of haar ding, of hens ding. Uh, hoe je het maar wil bekijken. Maar... Dus kijk voor jezelf van, nou, hoe werkt dat bij mij? En krijg daar helderheid over. En neem dat niet aan als, nou ja, ik ben nou eenmaal zo en dus moet het zo voor altijd zo zijn. Nee, kijk naar, hoe zou ik willen dat het is? Um, creëer daar een, een heldere doelstelling bij en ga kijken, nou, wie moet ik dan zijn als ik dat wil? Reinvent yourself noem ik dat. Heel interessant cursus over overigens hoe dat werkt. Um, dat je dus op identiteitsniveau dingen verandert. Um, maar goed, het is ook handig om te weten hoe word jij dan gemotiveerd? Wat is nou jouw trigger? En uh, sommige mensen die, uh, die worden intrinsiek. Dit, dit uh, schemaatje komt van uh, Gretchen Rubin uit het uh, boek uh, The Four Tendencies. Super interessant. Um, en behulpzaam als je dus wil weten van nou, hoe zit dat bij mij? Um, sommige mensen worden intrinsiek gemotiveerd. Um, ja, als die zichzelf iets voornemen, dan gaan ze het gewoon doen. Punt. Je maakt een afspraak met jezelf en je houdt je eraan. Niet moeilijk, geen twijfels, geen gekke ADD-gedachten van, uh, oh ja, maar dit, nou ik ga eerst dat. Nee, gewoon, die doen het gewoon. Nou, gefeliciteerd, dan hoef ik jou verder niks meer te vertellen, want uh, dan komt het wel goed. Um, je kan ook iemand zijn die extrinsiek gemotiveerd wordt. Dus die eigenlijk alleen maar iets doet, bijvoorbeeld omdat iemand anders het doet. Uh, of omdat iemand anders zegt van, hey, zou jij dat niet ook eens doen? Oh, dat is wel iets voor jou. Uh, dus je hebt een stimulans van iemand anders nodig om het te gaan doen. En uh, nou, dat kan bijvoorbeeld een buddy zijn of een cheerleader. Of nou, in ieder geval iemand die bij jou checkt van, en, heb je het gedaan? Um, bij mij uh, werkt het absoluut niet. Uh, bij mij komt als iemand tegen mij zegt: Weet je wat jij zou moeten doen? Dan komt mijn innerlijke Amsterdammer naar boven en die zegt dan: Bepaal jij dit? En dan ga ik het niet doen. Dus ik word niet intrinsiek gemotiveerd. Um, wat je ook nog kan zijn, is een questioner. Dat is iemand die eerst even moet weten van waarom doe ik nou iets. En als dat dan de juiste motivatie voelt, dan, als het antwoord bevalt, maar zeggen, dan gaan ze het doen. Dan worden ze ook heel fanatiek. Um, dus ja, weet je, als je nu met deze challenge meedoet en, en ik heb je wat antwoorden gegeven van waarom journalist super nuttig is en jij bent een questioner, dan denk jij, oh ja, ja, dat vind ik wel goede argumenten. Ja, Dat zijn wel genoeg redenen voor mij om het gewoon te kunnen doen. Maar goed, als je dus bent zoals ik, een rebel, dan um, nou, laat je, je niet extern motiveren. Er hoeft niemand tegen jou te komen zeggen wat jij uh, wel eens eigenlijk zou moeten doen. Um, zelf kan je jezelf ook amper motiveren, want elke keer als jij denkt, nou ik ga dat doen, dan komt er wel weer iets tussen waardoor je het niet doet. Um, natuurlijk vind je het handig om te weten waarom iets is, maar het motiveert je niet om het ook daadwer daadwerkelijk te doen, want jij denkt, ja, dat is slechts één verhaal. Ik kan ook nog wel honderdduizend andere verhalen verzinnen die het tegenovergestelde vinden. En dan um, doe je het gewoon lekker niet. Um, maar wat bij een uh, rebel wel goed werkt, is dat als je tegen een rebel zegt dat hij iets niet kan. Een rebel die houdt van challenges. Een rebel houdt ervan om uitgedaagd te worden, um, om, om, ook op het intellectuele niveau. Um, als je daartegen zegt: uh, Ik denk niet dat jij dat kunt hoor, ik denk niet dat jij dat volhoudt. Nou nah, joh, dat is niks voor jou. Um, dan komt bij de rebel iets naar boven van: Oh, oh nee, oh denk jij dat? Denk jij dat ik dat niet kan? Nou, ik zal je het wel eens laten zien. En dan gaat de rebel, uh, nou, behoorlijk fanatiek uh, aan de slag. En um, ja, het kan ook heel snel weer over zijn, maar uh, ja, dat is hoe de rebel werkt. En, um, en als je dus een rebel bent, nou, uh, succes. <laughs> ik ben er een. En uh, nou ja, dus ik, ik heb mezelf dit soort dingen ook aangeleerd om... ...om Dus mezelf beter te snappen en te snappen van nou, oké okay, nou, hoe, hoe krijg ik mezelf dan wel en een van de dingen die ik dus ook doe is ook niet boos op mezelf worden als ik uh, als ik me er niet aan hou en ook gewoon heel goed voelen van nou weet je um, elke elke dag dat je het wel doet is heel erg tof meegenomen en alle andere dagen ja jammer en dan maakt het leven voor een rebel wel wat leuker dat hij het gevoel heeft dat hij het zelf mag bepalen Um, nou, stel nou dat je dus een voornemen hebt en je wilt dat gaan implementeren. Dan heb je ook nog dat hele leuke ding uitstelgedrag. Um, je denkt, oh, ik ga elke dag journalen, maar je staat s ochtends op en je denkt, ja, nee, maar het moet eerst dit. En voor je het weet, is het de volgende dag en heb je het niet gedaan. Um, deze tip is trouwens voor heel veel dingen waar je uitstelgedrag voor toont. En uitstelgedrag, um, ja, dat is eigenlijk gewoon... Uh, het um, heeft vaak heel veel met perfectionisme te maken. Je wil iets op een bepaalde manier doen. En um, ja, weet je hoe. Uh, je weet soms niet hoe je iets aan moet pakken. Dus dan ga je het uitstellen. Of je gaat er te lang over nadenken. En dan uh, vanuitstel komt afstel vaak. Um, als je iets echt voor elkaar wil krijgen. en je wil jezelf even aanzetten. dan gebruik je de 5-second rule. De dus 5-second rule is van Mel Robbins. En is nog. Ja, het is zo eenvoudig dat je denkt, hoe kan dit werken? Maar het werkt. Um, je lanceert jezelf naar een taak toe. Dat klinkt een beetje gek, maar als een raket. Dus als je ochtends moeite hebt om op te staan en je wil voor de zoveelste keer je wekker snoezen, dan zeg je tegen jezelf, 5, 4, 3, 2, 1, go, en dan sta je op. Als je een taak voor jezelf hebt neergelegd van, hé, ik ga dit vandaag doen, dan eerst al leg je je journal recht voor je neus, zodat je er niet omheen kan. En dan lanceer je jezelf naar de taak. 5, 4, 3, 2, 1, go. En dan begin je gewoon in je journal te schrijven. Niet geen discussies in je hoofd van oh, zou ik dat nou wel doen, of zou ik dat nou niet doen? Ja, maar ik moet nog dit. En ja, maar ik wil eigenlijk een beter journal. Ik moet eerst eigenlijk een nieuw journal kopen. Want uh, ja, net, er staan allemaal dingen in. Uh, dat is niet handig. Nee, ik heb ook geen goede pen. Nou, dat hè, je kent het misschien wel. Um, dat, dat ga je dan allemaal voorkomen, want je doet gewoon 5-4-3-2-1 en je doet het. Um, als een raket lanceer je jezelf naar de taak toe. Kan je voor alles toepassen. Um, niet optellen dus, hè, want dan ga je het precies never, nooit doen. Uh, dus, uh, maar goed, ja, uh, probeer het. Misschien werkt het wel voor je. Dat zou dan super grappig zijn. Um, en uh, ja, je, er is nog veel meer over te zeggen, maar Rib, Rib, uh, Robbins heeft er een heel dik boek over geschreven. Dus, uh, maar goed, het is very simple. En simpel en fun is super belangrijk. Um, door het leuk te maken, ga je het ook beter volhouden. Um, dus als jij nou zo iemand bent die denkt, ja, die journals en zo, ja, dat vind ik allemaal veel te veel gedoe en uh, dan moet ik die overal mee heen slepen en uh, dat vind ik allemaal, daar heb ik geen zin in. Um, dan uh, doe je het lekker uh, op je computer. Of dan spreek je het in op je telefoon. Of dan zet je het op post-its en doe je het in je dankbaarheidspot. Um, maakt mij niet uit. Um, als je maar een manier vindt die voor jou werkt. Um, ik heb ook al heel veel dat ik het inspreek. En um, ik heb ook heel vaak bijvoorbeeld als ik voor content aan het brainstormen ben. Ik heb daar allerlei ideetjes en schrijf ik die in eerste instantie in mijn journal. Omdat ze daar naar boven komen. En dan vervolgens uh, werk ik ze uit in een programma dat heet Scrivener. Dat is eigenlijk speciaal bedoeld voor schrijvers en contentcreators. Om, uh, omdat je dan ook heel makkelijk op thema kan zoeken. Uh, nou ja, als je dus uh, het verhaal van de boom. Uh, nou, heb je misschien wel vijf blogs over bomen geschreven. Maar dan wil je net die, die hebben over die takken. Nou, dan kun je dat heel makkelijk in de computer terugvinden. Uh, terwijl als je dat in een journal schrijft, helemaal in, zich, in totaal, dan is dat veel te veel. Uh, Gezoek. Dus uh, Scrivener is een heel handig systeem ook om dingen zeg maar, te, te, te ordenen zonder dat je door zo'n heel Word-bestand moet scrollen. Dus ja, er zitten heel veel voordelen aan. Mocht je dat nou interessant vinden, stuur me dan even een berichtje. Um, dan kan ik je een link toesturen waarbij je het kan gaan uitproberen of het wat voor jou is. Um, ja, dus dit is dat. Ja. Make it fun en keep it simple, dat is echt belangrijk. En het is ook leuk om bijvoorbeeld die dankbaarheid, die uh, gisteren mijn dankbaarheidspot zien, uh, met de gekleurde briefjes erin. Um, dat is natuurlijk heel leuk om dat met je kinderen te doen, maar het is ook heel leuk om met je kinderen elke dag iets op te schrijven in een dagboekje, zodat ze het al op hele jonge leeftijd uh, heel structureel en leuk uh, weten toe te passen, waardoor ze er op latere leeftijd ook voordeel van hebben dat ze het al in hun systeem hebben. Nou, zal maar even een tip van de dag. Um, ja, werk met kleurtjes. Doe plaatjes in je journal. Um, ik doe heel veel met, uh, met, mijn, uh, met mijn Ecoline stiften. Daar doe ik dan uh, toffe ideeën mee om cirkelen of hartjes erbij te zetten, waardoor ik ze ook makkelijker terug kan vinden. Dat vind ik zelf lekker. En het maakt ook zo'n heel verhaal um, leesbaarder en luchtiger. Um, ja, dus als ik echt een briljant idee ertussen zit, dan gaat dat meteen even met die ecoline stift. Even leuk, even een uitroeptekentje in de kantlijn. Um, ja, waardoor ik ook heel in één ooggeslag kan zien nou, waar de briljante ideeën allemaal staan. Um, ja, nou Verzin zelf iets wat voor jou werkt, maar in ieder geval voor mij werkt het best wel goed. En um, wat ook werkt, is het aan een andere routine te koppelen. Dus iets wat je altijd al doet. Um, en dit geldt niet alleen voor journalen, hè, dit is voor heel veel. Um, dingen die je wil voornemen, die je wil doen. Um, bijvoorbeeld uit bed komen, ja, doe je in principe elke dag. Koffie zetten, thee zetten, doe je misschien ook wel elke dag. Um, je tanden poetsen, doe je, neem ik aan, ook uh, één of twee of drie keer per dag. Um, en heel veel mensen nemen ook, uh, nou mensen vroeger natuurlijk heel vaak, uh, rookpauze. Nou ja, rookpauze, dat, uh, dat wordt heel uh, algemeen geaccepteerd. Ja, je mag wel eventjes naar buiten om te roken, maar je mag niet naar buiten om. Um, een adempauze te houden. He, dat, is, dat is voor mij altijd roken zonder sigaret. Dat is een adempauze. Doe je even zo. En dan blaas je weer uit. Nou, dat is een adempauze. Doe, als je uh, rookt, dan doe je precies hetzelfde. Daarom is het ook zo rustgevend. Um, op dat moment. Um, maar dat terzijde. Um, je kan natuurlijk die zes minuten ook pakken om even in je journal te gaan schrijven. Uh, even een momentje voor jezelf te pakken en even wat gedachten en dingen. Uh, aan het papier toe te vertrouwen of even uit je brein te, te halen, uh, waardoor je weer wat ruimte hebt voor uh, nieuwe ideeën. En uh, ja, ik, uh, ik vind dit eigenlijk, zou dat verplicht moeten zijn en zou je jezelf dat ook moeten uh, toestaan uh, als ondernemer om uh, gedurende je dag regelmatig uh, journalpauzes te houden en adempauzes en danspauzes. Um, want dat um, zorgt er uiteindelijk voor dat en je hoofd leger wordt. Uh, um, en ook dat je weer even opgeladen wordt om weer verder te kunnen. En dan wordt de kwaliteit van je werk veel beter van. Dus, um, nou, doe het. En um, als je het niet alleen kan, doe het dan samen. Um, vraag een vriend of collega of een vriendin of een uh, business buddy om... Uh, Um, dit samen te doen, samen te gaan journalen en houd elkaar dan accountable. Als jij dus een, uh, iemand bent die het fijn vindt om uh, extrinsiek gemotiveerd te worden, dan nou, moet je dit zeker doen. Uh, maar ook voor anderen is, dit, uh, is het heel leuk om uh, bijvoorbeeld je dankbaarheid met iemand anders te delen, of uh, de, de, de dingen die, uh, die gelukt zijn, of uh, de plannen die je hebt, of nou ja, samen te brainstormen. Um, in dit geval is delen vermenigvuldigen. Want doordat je dat doet, inspireer je ook die ander weer. Die komt misschien wel weer op toffe ideeën. Die uh, denkt ook, oh, dat ga ik ook toepassen. En um, ja, zo kan het als een soort ripple effect heel, uh, ja, heel veel uh, meer teweeg brengen dan dat jij alleen in je kamertje um, stilzwijgend uh, alles in je eentje aan het doen bent. Dus um, ja, Think about this. Um, volgens mij um, uh, heel leuk. Um, keep your eye on the prize, noem ik dat. Dat is het compound effect. Dat is eigenlijk op het moment dat je dreigt uh, ja, je, je, je plan, uh, van je plan af te wijken of te denken van nou laat maar, het heeft geen zin. Um, het heeft wel zin. Um, het compound effect is eigenlijk het fenomeen waarbij je kleine dingetjes doet die op lange termijn een groot effect gaan hebben. Um, nou, gek voorbeeld, maar wel echt waar. Als je elke dag een koekje eet, zul je over een jaar um, daar iets van merken op de weegschaal. Dat kan niet anders. Als je elke dag uh, buikspieroefening doet, desnoods drie minuten, zul je over een jaar een effect merken. Als je elke dag in je journal schrijft, zul je over een jaar een effect merken. Sowieso heb je dan heel veel journals vol, um, je hebt getraind in je ideeën, Um, je hebt allerlei spieren getraind waarvan je niet eens wist dat je ze had. En um, dat heeft gewoon een groots effect. En dat heeft meer effect als je het elke dag een klein beetje doet dan dat je het één keer in de week of één keer in de maand heel groot doet. Um, waarom? Als het een gewoonte is en het zit vast aan een andere gewoonte en, en het is een routine geworden en je hoeft er niet over na te denken, dan is het makkelijker. Dan is de kans dat je, dat, dat je het ook doet, is gewoon veel groter. Als dat je iets één keer in de week moet doen. En dus ook uh, ja, grote kans hebt dat, dat je het dan niet gaat doen. En omdat alles afhankelijk is van die ene keer in de week. Um, is, het, uh, is het gemis als het niet lukt. Als het, als het die, die dag dan niet gebeurt. Is dan veel te groot. En, uh, nou, dus doe, hou het simpel. Kleine stapjes, grote effecten. Um, dus, um, en plus, je wordt ook minder snel moeder van. Je zult minder snel afhaken omdat je denkt van, nou het is zoveel. Uh, want je maakt het gewoon hapklaar. En uh, ja, dit is, uh, dit is echt iets waar, waar je, nou ja, elke keer als je denkt van, nou ik ga het toch maar niet doen, eventjes aan moet denken. En dit geldt voor heel veel dingen. Elke dag een cel doen is beter dan één keer per jaar een cel doen. Dus nooit kleine bedragen. Uiteindelijk als je het bij elkaar optelt, um, is het meer. En plus het houdt je ook gemotiveerd. Het is veel moeilijker om het aan te zwengelen op het moment dat je het één keer in de maand doet, dan dat je het, uh, dat het gewoon in je systeem zit. Um, en dat is ook een onderdeel natuurlijk van rewire your brain. Um, ja, als jij, als jij die plaat. Die je zat bent uh, met die hele diepe groef. Hè? Zoals vroeger het oude vinyl. Dan had je de plaat grijs gedraaid. Dan hadden we hele diepe groeven. Um, als, je het, als je het zat bent, zet een andere plaat op. En op het moment dat je een andere plaat opzet, elke dag heel eventjes. Dan krijg die, wordt die groef dieper. En dan is het veel makkelijker om, om, het ook, om dat liedje ook te blijven horen. Want dat wordt dan heel snel jouw nieuwe soundtrack. En um, en op een gegeven moment, na, na best wel een, uh, een korte tijd, zul je dan merken van... Hè? Oh, ik hoor dat oude liedje helemaal niet meer. Hé, hey, ik heb een nieuw liedje. Oh, daar word ik blij van. Nou, en dan, uh, en dan ga je dat ook volhouden allemaal. En dan ga je ook uh, daar energie in willen steken. Want je haalt er ook heel veel energie uit. Um, dus daarom is dit super nuttig. Um, nou, ik hoop dat ik je hiermee uh, um, opnieuw gedachten heb gebracht. En uh, dat ik je... Wat tips heb gegeven over hoe je. Um, ja, hiermee. Um, op, uh, op. stabiele basis aan de slag kunt. En ik was vroeger altijd allergisch voor. alles wat te maken had met. Uh, um, routine, uh, schema's, uh, horloges, klokken, tijd. Uh, al die dingen, uh, verplichtingen. Maar. Um, door, um, door. dingen. Um, op, uh, vanuit de routine te doen en er niet over na te denken hou je veel meer ruimte over voor de creatieve dingen, voor de, voor de echte vrijheid. En uh, ja, dat is iets, um, dat is goud waard. En uh, daar ga ik morgen nog meer over delen als we het gaan hebben over journalen voor je creativiteit. Dus ik hoop dat je er morgen bij bent. Um, dankjewel dat je geluisterd hebt en uh, dankjewel dat je meegedaan hebt. En dank, dankjewel dat je open staat voor deze ideeën. Um, laat me gerust weten... Wat je ervan vindt. Ook als je het stom vindt. Als je denkt, nou Kat, dat is helemaal niet haalbaar. Um, ik vind het leuk om te weten hoe je er naar kijkt. Um, stuur me een DM via Instagram. Um, tag me op Instagram als je inspiratie hebt opgedaan. Um, deel het alsjeblieft, want delen is vermenigvuldigen. Um, mail me kat.kat.co.nl um, En uh, nou, tot morgen. Ciao.